Goedemorgen en welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is zaterdagochtend en mijn zaterdag begint eigenlijk al heel erg lekker, want ik ga zo naar de schoonheidsspecialisten. Dat is volgens mij iets wat ik al, denk een jaar minimaal niet gedaan heb. En daarvoor ging ik eigenlijk altijd iedere 6, 7 weken, meestal 7 weken. En toen ging mijn vaste schoonheidsspecialiste daar weg en toen kreeg ik een ander en dat beviel toch niet zo. En toen ben ik eigenlijk niet meer teruggegaan. Ja, suf natuurlijk, maar... En nu van de week dacht ik, zeker met de bruiloft in aankomst, weet je wat, ik ga weer eens een keer. Dus ik heb een afspraak gemaakt en ik moet om 9:15 zijn. Het is nu 9:50. Dus ik zeg, ga zo die kant op. En dan zie ik jullie gezellig weer als ik terugkom met, als het goed is... Een lekker opgefrist huidje. En daarna, naar de schoonheidsspecialist neem ik de camera niet mee. Maar daarna ga ik naar de stad. Ik wil namelijk even naar de Douglas en even naar de Primark. En dan neem ik de camera wel mee. En dan ga ik even kijken wat ik daar zo'n beetje kan gaan filmen. En had ik nou gisteren mijn nieuwe tas al laten zien? Ik weet het niet meer zo goed. Ik heb hem nu ingericht. Dus dit is nu zo hoe die eruit ziet. Ik vind hem echt zo leuk. Weet je, het is heel duidelijk nep, want dit zijn gewoon niet de figuurtjes die normaal op een Louis Vuitton tas staan. Want het logo staat er ook niet op en zo. Maar het is duidelijk wel geïnspireerd op. Dat vind ik altijd wel leuk, weet je. Het moet niet echt nagemaakt zijn. Dat vind ik niet zo goed. Dat vind ik eigenlijk niet kunnen. Maar dit, ja, ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik vind het kunnen. Laat me even weten. Ik ga er zo vandoor. Zo. Weer thuis van de schoonheidsspecialisten. Dat was echt heerlijk. Weer hele zachte huid. Beetje onrustig natuurlijk wel, want ze heeft eraan zitten frutten. Maar goed. Het lijkt iets lichter te zijn buiten. Dus ik ga eventjes naar de stad. Bij de Douglas even mijn wenkbrauwen laten epileren. Dat had ook bij de schoonheidsspecialisten gekund, maar... Eerlijk gezegd vind ik dat de Douglas het fijner en beter doet dan de schoonheidsspecialisten. Dus nou, hè, dan doe ik het toch liever daar. Ik wil daar even een crèmetje kopen. Wat Merel, degene die mij opmaakt voor de bruiloft, had een CC cream bij zich. En die is zo mooi. Als je net even niet echt foundation op wil, maar een mooi dekkend crèmetje. Ja, hij is wel van Chanel, dus hij is echt takken duur. Maar goed, soms hè, moet je jezelf verwennen. Dus die ga ik even halen. Dan ga ik even naar de Primark. Misschien nog even naar Sostrenne rennen. Nou ja, ik vermaak me wel en ik neem jullie gezellig mee. Dus tot straks. Thuis. Ik heb verder niet meer gevlogd in de stad, want het werd me toch een beetje te druk. Maar hey, ik heb het gedaan. Jawel. En als je het dan eenmaal een keer gedaan hebt, moet zeggen, dan is het toch minder spannend dan je in eerste instantie denkt. Dus nou ja, wie weet ga ik het nu echt vaker doen. Nou, mijn wenkbrauwen zijn weer
bijgeharkt. Zij altijd gelijk wel een beetje dikker en dat trekt wel weer bij. Dus dat is fijn. Mijn Chanel CC cream die ik graag wilde hebben is in bestelling. Dus die wordt thuis bezorgd. En verder ben ik nog even naar de Primark geweest. Want daar had ik van die schoonmaak... Ja, het waren niet echt watjes, hele dunne ronde schijfjes met micellair water. Nou, en die maakte toch een partij goed mijn oogmake-up en zo schoon. Maar helaas hadden ze ze niet meer. Dus ik moest het gewoon weer met mijn eigen reinigingsproducten doen. Maar dan had ik wel eventjes... hoe noem je dat? Wattenschijfjes voor nodig, want die waren op. Dus ik heb wattenschijfjes genomen in plaats van die doekjes. En ik heb... Oh. Oeps. Nou ja, het zal toch wel. Ik dacht zonnebrand meegenomen te hebben. En dat is het volgens mij ook wel. Maar het is Sportprotect. Nou ja, zonnebrand zal toch wel zonnebrand zijn of niet? Denk ik. Hoop ik. En nog zonnebrand voor op mijn gezicht. Speciaal. Dat vind ik dan... wel fijn, want als je... Ik had nu een paar keer gewone zonnebrand op mijn gezicht gesmeerd. Maar daar word je toch over het algemeen niet heel, heel vrolijk van. En toen ben ik natuurlijk ook nog even... Of natuurlijk, ik ga meestal als ik naar de stad ga... Ook nog even naar Lush. En daar heb ik deze gekocht. De Dear John Shampoo Bar. Ja, daar heb ik me dan toch weer tot laten verleiden. Maar goed, het is met... Cafeïne, cacao. Ook cafeïne, cacao. Nou. Zorgt voor extra glans. Nou, dat kan mijn haar wel gebruiken. Dus wie weet. Ga ik uitproberen. Ik laat jullie wel weten hoe het was. En nog twee AliExpress pakjes. Dus die ga ik even openmaken. En dan laat ik jullie even zien wat erin zit. Dit is wat eruit komt. Geen idee wat erin zit. Ik heb weer allerlei dingen besteld. Waarvan ik echt even zo 1, 2, 3 niet zou kunnen inschatten wat dit zou moeten zijn. Vast oorbellen. Want ja, hè. Oh, hè. Maar dat vind ik echt heel erg jammer. Zo zie je maar. Soms is het heel lastig om van een... plaatje te bestellen. Ik had namelijk kopjes cappuccino voor in mijn oren, oorbellen besteld. En ik dacht dat het echt kopjes zouden zijn. Maar het is een beetje hetzelfde als met die komkommer en die tomaat. Het is plat. En dan zit het erop geprint, zeg maar. Dus als je het zo draagt, lijkt het er wel een beetje op. Maar het zijn gewoon platte, zie je? Nou ja, op zich wel grappig. Oh ja, dit zijn ook oorbelletjes die ik nog binnen zou krijgen. En die vond ik wel heel schattig. Een soort, hoe noem je dat ook? Origami of zo? Kijk, dat vond ik ook wel schattig. Kraanvogeltjes. En die zijn dan weer een stukje kleiner dan ik me had bedacht. Maar goed, ik vind ze even goed heel erg leuk. Nou, hè? Bij de voorraad. Superleuk. Nu ga ik even lekker een glas cola nemen, want daar heb ik trek in. En dan even rust. Want het was druk in de stad. En dan vind ik het altijd lekker om eventjes een klein beetje bij te komen. En ik ga even een borstel door mijn haar halen, zie ik alweer. Het is nu 4:15. Nou, over een uurtje of zo ga ik lekker eten. Ik heb knoflookgarnalen gekocht. En daar maak ik dan lekker een soort salade van. Met komkommer, tomaat, paprika heb ik. Olijven en augurk misschien. En dan een beetje chilisaus eroverheen. Heerlijk. Dus daar heb ik trek in. Maar eerst eventjes een beetje bijkomen.
toen ik in de stad was, ja, ik heb mijn haar nog niet geborsteld inderdaad, ben ik ook even naar de toko geweest. En daar heb ik onder andere, want ik heb meer gehaald, maar dat laat ik later wel even zien, deze gehaald. En dat is, even kijken hoor, waar het staat. Oh ja, hier. Het is een seaweed snack. Tempura seaweed. Het is volgens mij gewoon van die nori vellen, maar dan met tempura deeg erachter. Jullie weer even een soort van neerzetten. Zo. Dan ga ik eens even kijken. Dat vind ik altijd zo grappig. Dan heb je een enorme zak. Dan moet je dan kijken wat erin zit. Echt zo'n enorm klein laagje. Dat is heel bizar. Het ruikt heel erg lekker. Zo zien ze eruit. Nou, het is meer tempura dan dat het zeewier is. Dat is duidelijk. Heerlijk. Ja, ik vind het heel lekker. Het is ook een beetje pittig. Dus er zit iets van chili of zo doorheen, denk ik. Of wasabi, dat zou natuurlijk ook kunnen. Het is wel een beetje scherp pittig, dus het zou ook zomaar wasabi kunnen zijn. Maar ik vind het wel lekker. Het is echt zeewier, dus het smaakt heel vissig. Maar ik hou daar heel erg van. Ik vind dat wel heel erg lekker. Nou, goed gekeurd. Dag mam. Hoi, hoi. Ben je aan het doen? Ik ben aan het verven, probeer ik te verven van jou. Prikt zeg. Ja? Ik weet het niet hoor, maar... Je hebt het zelf verkocht. Ja, dat is waar. Nou, jullie zien straks het eindresultaat. Je hebt het zelf verkocht. Ja, ik heb nog nooit verf van de HEMA gebruikt. Nou ja, zo vaak verf ik mijn haar nou ook weer niet. Ik ga nog terug naar de stad voor een bruikie. Als het nodig is. Liever niet zeg. Nou ja, we gaan het straks zien. Stinkt het? Ja, helemaal niet. Ja, vaak. Nou, ik ruik het zelf nog niet. Ik ben het niet meer gewend, want Laura hebben altijd zonder ammonia. Oh, waar koopt ze die dan? In Duitsland. Oh ja, daar ben ik niet geweest. Nou. Nou, deze was ook maar 6 euro. Dat viel me mee hoor. Oh ja. Nou, straks het eindresultaat, hoop ik. Kijk, dit is het eindresultaat. Het is inderdaad chocoladebruin. Ik vind het wel echt een hele mooie kleur. Ja, bij daglicht zie je het natuurlijk beter. En het is nu niet super donker, maar... ook niet meer echt daglicht. Het rooige wat erin zat schijnt er nog wel een beetje doorheen. Maar dat vind ik eigenlijk wel leuk. Dus nou, een tevreden mens. Helemaal leuk. Oh, zo is het ook leuk. Dus nou, ik ben weer een beetje meer klaar voor de bruiloft, jongens. En het weer stiekem ook. Want dat is beter dan dat het geweest is. Maar ik durf het nog niet hardop te zeggen. Zou het dan toch mooi weer worden? Ik hoop het zo voor ze. Zo, een hele goede morgen. Het is zaterdag 7:05. En ik heb net de weekvlog geëdit. Nou, hoe productief kun je zijn op een zaterdagochtend? Maar dat komt omdat ik zo lekker geslapen heb. Het is hier zo stil om mij heen na gisteren. En de nacht daarvoor, zeg maar. Het was zoveel wind. En omdat je hier zo hoog zit en ook nog eens op een hoek... was het net alsof die flat instortte. En dan heb je die wind die de giert de hele tijd om je heen. Wordt er altijd een beetje onrustig van. En nu hoor je niks. En dat vind ik heerlijk. Ik ga even de vlog van Bram de Wijs kijken. Die heeft een nieuwe vlog online staan. Die is naar de Gay Pride in Utrecht geweest. Ik wist helemaal niet dat het Pride maand was. Blijkbaar is dat in juni. Achteraf ook wel logisch, want gisteren... Dat was 8 juni. Zou er ook een Gay Pride in Den Haag zijn. Maar ik geloof dat die vanwege de harde wind en dergelijke... dat ze die hebben moeten afblazen. Dus dat was wel jammer.
Maar goed, ja, ik vind dat altijd wel mooi, zulke dingen. Het is toch belangrijk om jezelf te kunnen zijn. En ik vind dat dat hier kan, moet gevierd worden. Dus dat doen ze dan ook. Dus ik ga even zijn vlog kijken en het ontbijtje opeten. Zo, ik heb even boodschappen gedaan. Ik ben inmiddels aangekleed en zo. En dit is niet echt een goede hoek met dat tegenlicht. Moet even zo. Dat is natuurlijk beter. Yes, dat is veel beter. Ik heb even boodschappjes gedaan en ik dacht, laat ik even zien wat ik gekocht heb. Dan kan ik het gelijk even opruimen. Oh. Ik had gisteren bij de Hoogvliet deze meegenomen. Dus een kilo snoeptomaten. Maar ik eet die best wel veel en graag. Dus nu hadden ze bij de Lidl. Ja, ik heb het door die man laten inpakken. Maar dat is dan zo'n jong gastje. Dan vraag ik, wil je het even voor me inpakken? Ja hoor, zegt hij, dat is goed. Dan flikkert hij eerst me. Wacht. Ja, die zijn nu open. Want een... Kijk. Ik heb dus aardbeien gekocht. En die flikkert hij dan onder in die tas. Zucht. Maar goed, aardbeien dus. En... Daar ging ik in eerste instantie voor graaien. 2 emmers snoeptomaten. Ook weer een kilo bij elkaar. 2 voor de prijs van 1. Dus nou ja, ik kan weer even vooruit met mijn tomaten. Maar dat is in een weekje wel op hoor. 2 paprika's. Dat had ik ook al een tijdje niet meer gedaan. Dat vind ik ook lekker om mee te nemen naar mijn werk als tussendoortje. Magere kwark, want die was op. Frietsaus, want die was op. Maar ik moet daar gelijk zo'n megapak kopen. Nou ja, ik had geen zin om nog naar een andere winkel te gaan. Een komkommer. Wat van die kleine snack-augurkjes. Ik vind het wel een leuk formaatje. Kipfilet en rookvlees voor op brood. En schoonmaakdoekjes, blauwe en gele. Ik weet niet waarom, maar die gele die heb ik altijd in de keuken en de blauwe heb ik altijd in de badkamer. Dus nou, dat was... Oh, en... Dat was niet bij de Lidl trouwens. Deze heb ik bij de Hoogvliet gehaald. Pionrozen. Die is voor mezelf, want ik ben er zelf niet echt heel erg gek op, moet ik eerlijk bekennen. Ik vind ze wel leuk, maar ik vind het kleurtje wel heel schattig, moet ik eerlijk zeggen. Maar nou, ik ben er niet, ja wat ik zeg, ik ben er zelf gewoon niet echt heel gek op. Maar we gaan vanmiddag bij mijn ouders, ga ik gourmetten, vroegen ze. Dus nou leuk, Laura en Roy komen ook. Dus dat vind ik wel gezellig. En dan neem ik een bloemetje voor ze mee. Zo één keer in dezelfde tijd is dat natuurlijk wel superleuk. En zij zijn helemaal gek op pionrozen. Dus nou, helemaal leuk. Zo, dan ga ik nu even eitjes koken voor de lunch. Maar ik doe altijd zelf eerst water laten koken. Dan de eitjes erin. En dan als ik ze echt zacht wil, dan 6 minuten. En nu voor op een boterham, 6,5 minuut. Hoe doe je? Doen jullie dat ook zo? Ik weet niet, maar dan vind ik ze toch het lekkerst. Nou, ik heb de bloemen even daar neergezet. Dan kunnen die straks mee naar papa en mama. Ik had mijn moeder geappt van, joh, ik ga even naar Lidl. Heb je nog wat nodig? Maar ze heeft nog niet gereageerd, dus ik hoop niet dat ze dat alsnog doet. Ik heb maar even geappt dat ik alweer terug ben. Nou ja, ze zullen op pad zijn, denk ik. Ik ga zo naar mijn ouders. Maar voor die tijd neem ik nog even een snackje. En ik heb... was naar de toko geweest, had ik verteld. Toch? Nou, die andere zeewierchips waren heel, heel lekker. Maar dit is zeg maar puur zeewiersnack.
En dat heb ik wel vaker gegeten hoor. Alleen deze ken ik nog niet. Dit is de original, dus er zit als het goed is verder geen smaakje aan. Volgens mij is het iets van met olie of zo. Ja, ik weet niet precies wat, hoe het nou gemaakt is. Ik zet jullie even heel raar neer hoor. Zo, een beetje scheef, maar dat geeft niet. Want ik moest even het doosje openmaken. Kijk, dan ziet er dan zo uit. Dat is ook wel heel grappig. Dat ziet er dan zo uit. Het zijn gewoon blaadjes. Blaadjes zeewier. En die kan je dan zo eten. Heel charmant ook. En ook dat smaakt weer gewoon heel vissig. Het doet me altijd een beetje aan sushi denken. Ik vind het wel heel lekker. Ik ben benieuwd of jullie het ook wel eens gegeten hebben, maar... Goed te doen. Ik ben al een poosje bij mijn ouders en we staan op het punt om te gaan eten. En kijk. Hoi allemaal. Hoe is het? Goed. Ben je al zenuwachtig? Absoluut niet. Nog steeds niet, hè? Nee. Nee, als een van de weinigen niet. Kijk, mam. Hoi. Hoe is het? Hoi. Goed. Goed zo. Beetje gezonde spanning begint er te komen. Ja, hè? Dat is papa. Hoi. Hallo. En hij is er ook, hoor. Hi. Hoi. Hoe is het nou? Goed, wat gaan we doen? Liedje zingen, wie gaat dat betalen? Ik ga er een klein timelapse van maken, jongens. Dat was super gezellig bij mijn ouders gisteren. Echt heel lekker gegeten en heel leuk. Ben na het eten eigenlijk gelijk naar huis gegaan. En heb s'avonds nog lekker even wat serie gekeken. En met Ronald, Suus en Janneke hebben we lekker nog een beetje zitten appen en doen. Zitten kletsen was ook heel gezellig. En het is nu maandag. Dus tijd om de weekvlog af te... Nee... De weekendvlog af te sluiten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze weekendvlog. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je weer in een volgende vlog. Doei doei!